Hey, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een oldschool Mattia Lush Haul voor jullie in petto. Dit heb ik 3 jaar geleden, om precies te zijn, ook gedaan. En ik dacht, nou, waarom niet weer een keer? Ik vind zelf Lush producten super chill. Als ik een bad tot mijn beschikking heb, dan neem ik vaak een Lush product. Een badbom of een bubbelbar of allebei. En dit weekend ga ik een weekend weg. En ik dacht, weet je wat? Ik ga weer een Lush haul doen. Dus ik heb een aantal producten gekocht bij de Lush. In Den Bosch ben ik geweest. Ik had wat extra veel producten gekocht. Want ik denk, weet je wat, dan kan ik er weer een leuke Lush haul van maken. Ik was net 2 dagen te vroeg voor de echte Autumn lijn die eraan zit te komen. Wat ik niet helemaal begrijp waarom het zo laat komt. Het was gewoon gisteren 11 september. Dus dan zou het pas 13 september komen. Terwijl het echt al shit weer is. De zomer is echt wel over voor mijn gevoel. Maar goed, niet iedereen deelt die mening. Ik heb wel een beetje op de herfst uitgezocht. Dus ik heb wel een beetje herfstgeuren. Laten we maar gewoon beginnen. Ik ging gewoon bovenop. En dat is... Oh, dit is meteen de leukste, denk ik. Dit is een badbom. Pirates OTC. Deze ruikt echt heerlijk. Nu ga ik natuurlijk helemaal onder de glitters komen. Kijk, dit is de... Oh, moet ik hem hier houden? Dit is de... Een soort schatkist, piraten schatkist met groen met brons glitters erop. Oh, en hij ruikt zo lekker. Een beetje gemberig of zo. Ja, musky. Ik vind hem heel lekker. De geur is echt voor de herfst van deze badbom. Gemberolie, ja, zie je? Pimentbes en patchouli. Patchouli, patchouli. Dat was de eerste. Dat was een badbom. Die gooi je dus in het water en dan wordt je hele water mooi gekleurd. Gaan we naar de volgende. Ook een badbom. En uiteraard heb ik deze gehaald. Deze is wat kleiner. Lucky Cat heet deze. En deze heeft jasmijn en neroli. Wat grappig is, want mijn kat heet Nero. Van mijn ouders. Dus neroli is eigenlijk wel logisch dat het je een poeslief gevoel geeft. Kijk, deze is super leuk. Deze is knalroze. Knalroze met zilveren glitters. Dus hier zul je ook wel helemaal beglitterd van worden. Ik zit nu al onder de glitters. We zijn echt 2 minuten bezig. Even kijken. Oh, de seksbom. Die heb ik al eerder gehad. Heb ik niet zelf gebruikt. Die heb ik toen aan mijn moeder gegeven. Het is met jasmijn en ylang-ylang. Ik weet niet wat dat is. Deze vind ik gewoon heel lekker ruiken. Daarom had ik deze gekocht. Niet omdat ik zo'n seksbom ben hoor. Deze zit echt al heel lang in de Lush lijn. Ik denk dat deze gewoon heel goed verkocht wordt. Want deze is echt al... 3 jaar geleden heb ik deze denk ik ook gehad in mijn video. Kijk, dit is, hij is paars aan de bovenkant en roze aan de onderkant. En ik denk dat daar een roosje zit. Mijn vader dacht dat er een condoom in zat. Omdat het een seksbom is. Ik zeg, nou, denk ik niet. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Nagini, doe maar niet. Oké, okay, de volgende. Ik had maar 3 badbombs, dus ik heb nu alle badbombs gehad. Oh ja, dit is ook een oude classic. Het is een bubbelbar. Dus deze doe je niet in het bad en dan krijg je heel veel kleur van. Dat zal misschien ook wel gebeuren. Maar deze brokkel je af onder de kraan. En dan komen er heel veel bubbels in je bad. Het zegt ook al bubbelbar, dus het gaf het een beetje weg. Maar dit is de Comforter. Hij heeft de geuren... Cypress en cassis geur. Nou ja, deze vindt mijn moeder heel lekker. Deze vind ik heel lekker. Dit is gewoon de standaard. De seksbom en deze zijn een beetje de standaard die ik koop altijd. Als ik er een hoop koop. Kijk, deze ziet er zo uit. Dus hier hoef je maar een stukje van te gebruiken. Dus hier kun je nou 4 of 5 keer mee doen. Als je een beetje zuinig bent. En anders doe je er 2 of 3 keer mee. Wat ook niet erg is. En dan heb ik nog eentje. Deze vond ik heel lekker ruiken. Oh, die is een beetje nat geworden. Het regende gisteren. Ook een bubbelbar. Deze heet Karma. En deze heeft patchouli. Nee, sinaasappel met patchouli en kruidige zonnegroet. Doen een kruidige zonnegroet in. Nou, oké. Okay. Gouden sparkles en de exotische geur van sinaasappel met patchouli. Nou, dit is dus ook een bubbelbar. Karma heet die, wat ik al zei. Deze kun je dus ook een paar keer mee doen. Deze kruimelt wel wat moeilijker, omdat het in een piramide is. Zie je?
paars met een oranje randje en een gouden puntje. Heel schattig. Nou, deze is een beetje vochtig geworden. Ik denk omdat het regende gisteren. Nou, dat waren alle bubble bars en bath bombs. En dan heb ik nog een ander product gekocht. Dit is Marilyn, een haarbehandeling. Dit had ik gekocht voor als haarmasker. Dat wilde ik een keer uitproberen. Er zit lijnzaad in, kamille, safraan, even kijken hoor, citroensap, biologische olijfolie, citroenolie, kamilleolie, soja. Dus dat maakt het allemaal heel erg, ja, daarom, dat vertelde de verkoper en ik geloof haar op haar woord, dat dat gewoon heel verzorgd is voor je haar. Dit doe je dus 20 minuten voordat je, kijk, ik kan hem open doen, voordat je in de douche gaat, doe je dit in je haar. Verdeel je gewoon over je droge haar. En spoel je het goed uit. En je zou nog conditioner ook in de douche kunnen gebruiken. Maar dat hoeft niet. Maar dit is dus een haarmasker. Nog nooit eerder gebruikt. Maar ik ben wel heel benieuwd hierna. Dus we gaan het zien of dit wat is. Dit was mijn lush haul. Het was niet een extreem grote lush haul. Want ja, ik moet dat gewoon zelf betalen. Dus ik ben helaas niet... Ik heb het niet gekregen van Lush. Ik heb het gewoon zelf allemaal gekocht. Dus ik doe het met 5-6 producten. Ik hoop dat jullie een beetje genoten... Oh god, daar kan jij niet op staan. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Ik vond het weer super leuk om een keer deze op te nemen. Het geeft me ook een beetje die herfstvibes weer. Oh, mijn kat mout. Als je nog niet de video geliked hebt, doe dat zeker. En nogmaals, als je nog niet geabonneerd bent... Zeker klik op dat subscribe button of op de abonneer button. Ik weet niet hoe het in het Nederlands er staat. En als je nou nooit een video van mij wil missen. Klik dan op het belletje ernaast. Dan krijg je een notificatie als ik een nieuwe video upload. En ik ga een beetje proberen om iedere vrijdag een nieuwe weekvlog te uploaden. En iedere maandag een andere video. Dus dat kan deze video zijn, maar het kan ook een andere video zijn. Dus hou mijn kanaal in de gaten en ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg!